Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 12 februari 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Voor wat betreft de data vandaag, na de morsen is er alleen een SSTV-plaatje in BW12. I think the biggest inspiration for travel to space was probably a NASA astronaut, Bruce McCandless, as I saw him do his untethered spacewalk from the Space Shuttle Bay, and I just thought that was an amazing feat. Over. That's a great question. They're very but I think up here you do feel more isolated. Dit was een heel kort stukje van hoe astronaut Tim Peake gisteren vanuit het ISS hier bij mij op mijn beperkte antennes te horen was. Ik heb veel reacties op het onderwerp gehad. Gisteren hebben door de uitzending ook redelijk wat mensen meegeluisterd. En andere mensen hebben door de aankondiging van gisteren het ISS met het blote oog kunnen waarnemen. Mede door het heldere weer van gisteren. Opeens volgen de ontwikkelingen elkaar weer snel op, zo schrijft hobbyscoop.nl. En dat klopt. Eerder afgelopen week kwam er al voor beide repeaters PI3 UTR en PI2 NOS een ontvanger in Koevoorde erbij. Vandaag is de defecte ontvanger in Eindhoven vervangen door een werkend exemplaar. En verder is er voor Breda een ontvanger voor zowel PI3 UTR als voor PI2 NOS bijgeplaatst. Ook de ontvangstlocatie in Eindhoven heeft voor beide repeaters een ontvanger. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode wel door, maar de groep had de handen vol aan de herbouw op de Gerbrandi-toren. Daarnaast was men volgens het artikel op de site eind vorig jaar ook door het voorraadje ontvangers heen dat er eerder gemaakt was. Momenteel heeft PI2 NOS alleen in Limburg en Twente nog een onvoldoende dekking. In Eindhoven is er trouwens nog sprake van een lastig technisch probleem. Eerder was er sprake van intermodulatie van lokale stations die niet op het relais zelf werkten, maar die wel hoorbaar waren. De signalen zaten op de ingang van PI2 EHV, de nabijgelegen Eindhovense repeater. Om die reden heeft de groep de ontvanger verhuisd van de plaats Tongelre naar Eindhoven-Krooi. Het probleem blijkt in Krooi echter nog veel groter te zijn. De menging vindt nu plaats met de uitgang van PI2 NOS, die vanaf IJsselstein in Eindhoven nog uitzonderlijk sterk blijkt door te komen. De groep zal op korte termijn in Eindhoven een extra filter bijplaatsen. Tot die tijd moet in Eindhoven een CTCSS-toon gebruikt worden van 88,5 Hz. Vandaag is de consultatie digitale ethertelevisie van start gegaan. Op 31 januari 2017 loopt namelijk de vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie af. De minister van Economische Zaken is voornemens om deze vergunning via een veiling opnieuw ter beschikking te stellen aan de markt. Via de openbare voorbereidingsprocedures wordt het bekendmakingsbesluit en de wijziging van het Nationaal Frequentieplan voorbereid. Het ontwerp bekendmakingsbesluit regelt dat de vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie wordt geveild en geeft tevens aan welke rechten en plichten de nieuwe vergunninghouder heeft. De wijziging van het Nationaal Frequentieplan schrapt de verplichting om de techniek DVB-T te gebruiken. Daarnaast wordt de ontwerpveilingsregeling geconsulteerd. De consultatie duurt tot en met 24 maart 2016 en vindt primair plaats via internet. Ook kan een schriftelijke reactie worden ingediend. Zie hiervoor het bericht in de Staatscourant. Linkjes daarvoor staan op agentschaptelecom.nl. Gedurende de consultatieperiode kunnen marktpartijen de ontwerpbesluiten downloaden via de website. Ook kunnen de ontwerpbesluiten worden ingezien bij het ministerie van Economische Zaken en bij Agentschap Telecom. Een andere consultatie loopt dit weekend af. Het gaat hierbij om nieuw beleid voor de Middengolf, waar we al eerder over berichten. De overheid stopt met het uitgeven van vergunningen voor groot vermogen voor de Middengolf en dat opent de mogelijkheid voor vergunningen met een lokaal tot zeer lokaal bereik. Deze consultatie kan tot 15 februari worden becommentarieerd, dat is dus komend weekend. Een linkje waar dat kan is te vinden op www.panelete.nl en dat is dus voor diegenen die hun stem nog willen laten horen bij deze kleinschalige omroepplannen voor bezetting van de Middengolf. Ja, nog meer middengolfnieuws. Afgelopen dinsdag 9 februari is er een lange afstandsrecord gevestigd op 600 meter. Dat is de 472 kHz amateurband. Het betreft een verbinding tussen VK3 ELV in Noordwest Victoria in Australië en W2 XPQ in Wasilla, Alaska. De overbrugde afstand door middel van Whisper is meer dan 12.000 kilometer. Dat is dus een frequentie zo'n 80 kHz onder de oude frequentie van Radio Veronica op 538 meter. Dit om het even in zijn perspectief te plaatsen. Bij D-Star is de zogenaamde hotspot een ingeburgerd verschijnsel. Een hotspot is een repeater die de signalen niet lokaal relayeert, maar alleen naar internet doorstuurt. Bij D-Star gebeurt dat naar de verschillende netwerken voor die modus.
Bij DMR wordt er hard gewerkt om dit ook mogelijk te maken, maar bij System Fusion bestaat die mogelijkheid al. Zo is in het Verenigd Koninkrijk net een nieuwe vergunning voor zo'n hotspot of gateway uitgegeven op 431.075 in Putsey in West Yorkshire. De hotspot verzorgt het gebied rond Leeds en Bradford. De roepnaam van de System Fusion hotspot is Mike Bravo 6 India Lima Echo en hij staat op 200 meter hoogte met een gevouwen dipool en 5 watt uitgangsvermogen. In Nederland zijn er de nodige problemen rond System Fusion repeaters. Ook de afgelopen weken speelde dat op verschillende plekken. Ik ken overigens niet precies de aard van die problemen, maar hopelijk wordt daar snel een oplossing voor gevonden. De situatie lijkt vanuit de verte een beetje op de begintijd van D-Star. En het is toch eigenlijk best wel raar dat er in Nederland maar zeer beperkt met Fusion kan worden gewerkt, terwijl het systeem in meerdere omliggende landen juist zeer floreert. Vanavond tenslotte weer de lange uitzending van PA00 Nieuws vanaf 10:30 op PI3 UTR. Volgt nu de mossen en het SSTV-plaatje. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet.